Ik ben Marieke van Delft en ik ben conservator oude drukken hier in de KB, Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En dit boek is een van onze topstukken uit de collectie oude gedrukte werk. De atlas is ingericht op de gewesten en Gelderland was het enige hertogdom van de lage landen, van de noordelijke Nederlanden. En daarom begint de atlas met Gelderland en dan met de oudste stad van Gelderland, Nijmegen. Antwerpen was natuurlijk veruit de belangrijkste stad van de zuidelijke Nederlanden. Dat is ook de enige kaart die op zo'n groot vel is afgedrukt, op twee vellen in feite, en die je uit moet klappen. Nou, je ziet hier ook de bedrijvigheid en wat ik zelf prachtig vind aan deze kaart. Het is ook een van de weinige kaarten waarop je mensen ziet lopen in de stad. Het boek is gemaakt door Frederik de Wit. En Frederik de Wit was een Amsterdamse prenthandelaar uit de tweede helft van de 17e eeuw. En hij heeft dit boek gemaakt aan het eind van de 17e eeuw. Oorspronkelijk was deze atlas in zwart-wit gedrukt. En al die kleuren die je erin ziet, die zijn handmatig aangebracht door zogenaamde inkleurders. En wat belangrijk is, is dat je ziet hoe die steden opgebouwd waren, wat voor gebouwen er stonden. Kijk, dit is een te groot boek om onder je arm mee te nemen als je een dagje naar Leiden ging. Om te kijken van nou, ik wil nu naar de Pieterskerk, oh die zit daar. Daarvoor werd het niet gebruikt. Wij willen graag dat ons cultureel erfgoed, dat zoveel mogelijk mensen daarvan genieten. Dus wij zijn ook heel blij dat Lano hier ingestapt is om die facsimile te maken. Het boek is opgebouwd in drie delen eigenlijk. Het middenste deel is eigenlijk een reproductie op ware grootte van alle originele kaarten uit de atlas van Frederik de Wit. En voor dat kaartengedeelte en nadien komt er een uitgebreid tekstgedeelte dat gemaakt is door Marieke van Delft en Peter van de Krocht. En dan in het derde deel, achteraan, gaan we kaart per kaart uitgebreid beschrijven welke details er allemaal te zien zijn. Het boek zal verschijnen op 1 oktober. Het zal tot eind dit jaar, tot eind 2012, €99 kosten. En nadien wordt de officiële prijs €119. En hij zal uiteraard via alle bekende boekhandels en online webshops verkrijgbaar zijn.